Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik de twee andere pakketjes unboxen. Dus vandaar dat jullie misschien het raar vinden dat ik dezelfde outfit aan heb. Dat komt omdat het precies dezelfde dag is als de vorige video. En dan zijn deze twee heel leuke pakketjes. Met staan. Normaal is het één pakketje een trui en de andere een crop top en een bikini. En dan heb ik ook nog heel veel haarklemmen binnengekregen. En die ga ik ook allemaal aan jullie laten zien. Dus dan kunnen jullie alle haarklemmen bij mij bestellen. Want er werd heel veel vraag naar gedaan. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb besteld en wat ik heb gekregen? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Als eerste ga ik dit pakketje unboxen. Normaal zit hier de trui in die ik had besteld. Of ja, die heb ik opgestuurd gekregen. Maar je mocht wel zelf kiezen wat ik wilde. En ik denk dat die hierin zit. Dus ik ga het even open doen. Doorgaan. Zo. En dat is eigenlijk een hele mooie trui. Hier een beeld kan ik al een foto plaatsen. En ja, ik zie de trui. Oh my god. Oké. Kijk hoe leuk die is. Ik ga die even opdoen. Het eerste zie ik hier een kaartje en van het account Tripdista. Ja toch, Tripdista. Komt hier in beeld. Ga het ook zeker volgen en neem ook zeker een kijkje op hun account. Want het is een super leuk account met allemaal hele toffe truien. Dus ik heb dit kaartje. En dan de trui. Oh my god, die ziet er zo leuk uit. Dit is de trui. Kijk, dit is een mega leuke trui. En ik zal ook aanbeelden in deze video zetten, dus dan komt er zelfs een aanbeeld van de trui. En van binnen is die zo mega zacht. Echt heel tof. Ja, hier ben ik echt heel blij mee. En dat ziet er ook zo heel goed uit, kijk. Met die koe, die is zo schattig. Dus dat is deze trui. En dan komt nu het aanbeeld van de trui. Dus dit is de trui. En kijk, het is echt heel leuk. En ik vind het ook super mooi. Dus hier ben ik echt heel blij mee, want kijk hoe leuk dat die is. Ik hou ervan. En die is ook zo, ja, niet te lang, want je kunt ook zo nog zo kroppen, zeg maar, zo. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Dan het volgende pakket. En hier zit dus een bikini in en een crop top. En ik zal het linkje van de trui in de beschrijving zetten en ook dan de crop top en de bikini. Oh my god, dat ziet er zo leuk uit. Kijk dit. Hoe leuk dat eruit. Ja, jullie zien niet veel. Maar ik zal het eerst in de bikini laten zien. Ah nee, wacht, dit is de top. Dit is het cool. Oké, kijk hoe kleurrijk. Kijk, hier staat ook van Shane. Dus ik zal allemaal de linkjes allemaal in de beschrijving zetten. Oké. De kleur is top. Oké, dus dit is het broekje. Alleen het broekje ziet er zo groot uit, vind ik. Dus ik hoop dat dat gaat passen. En ik vind dat er echt veel te groot uitzien. Wacht, ik snap deze lijn niet. Zo hoort dat te zijn. Dat is het broekje, echt super mooi. En van de bikini zet ik geen try-on video. Nee, try-on, ja. Ja, try-on video. Want ja, dat doe ik niet. Maar wel van de top en van de trui. Dan is dit... Wow, ik ben echt helemaal in de war met wat het is. Hier zit een knoop in. Oké, wacht. Dit is de top. Maar kijk, je moet daar zo... Kijk, zo hoort die te zijn. Zo. Zo, en dan kun je zo daar rond u binden, zeg maar. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik zal anders een foto hier in beeld zetten. Van wat ik bedoel. Dus dat is de bikini. En daar komt dan geen try-on video van. En dan heb ik de top. En die ziet er heel leuk uit. Die is roze. En ik hou van roze. Oké. Dus dit is de top. Wacht hè. Oh, die ziet er echt heel klein uit. Ik had die grote verwacht. Dus... Ik hoop dat die niet te kort is, want dat is niet leuk. Dit is de top en dan zo met één schouder. En dan zo een crop top, zeg maar. Maar ik hoop gewoon dat die niet te kort is, want dat is niet zo leuk. Of ja, dat is zeker net ook wel.
Maar dus dit is de top. En ik vind de kleur echt heel mooi. In het echt is de kleur iets anders. Maar op beeld is het ook wel mooi. Dus dit is de top. En dan komt er ook een try-on video van. Oké, dit is de top. En ik had gedacht dat die veel te kort zou zijn. Maar eigenlijk valt er nog wel best wel mee qua lengte, denk ik. En ik vind het echt super, super leuk. Het is echt heel mooi. Dus hier ben ik ook echt mega, mega blij mee. En dan ga ik jullie nu de haarklem laten zien en de knekjes die ik binnen heb. Oh my god, kijk hoe leuk dit is. Dit zijn allemaal knekjes. Dit zijn allemaal haargespelden of ja, haarklemmen. En hier zijn er nog allemaal. En dit is alles in totaal. Dus zie je iets leuks of wil je hier iets van? Stuur maar even een berichtje op Instagram, want dan kan je ze daar bestellen. De prijs weet ik nog niet uit mijn hoofd. Die zal je ook even moeten vragen via Instagram, want die kan nog veranderen. Dus dit zijn alle haarspullen, of ja, haarklemmen en elastieken. En ik ben er echt zo blij mee. Ze zijn echt mega, mega mooi. Ik heb net ook even de bikini aangehaald en ik vond de bikini echt prachtig. Echt een van de mooiste bikinis die ik heb. Dus daar ben ik ook echt heel blij mee. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!